Ding, ding. De gemeente zijn de procedure tegen mij begonnen om mij hier weg te sturen. Ik ben echt kwaad. Ik werk maar godverdomme het laatste in die shop. En dan wordt er zo gezegd door hogere hand. Nou ja, dicht. Nou, het is toch hartstikke lief om hier te werken, is toch niks mis mee? Waar gaan we naartoe? Gaan we naar Staphorst of zo? Is de leukste buurt van Amsterdam. Dat gooien ze gewoon een bom gooien ze erop. Postcodegebied 1012 gaat op de schop. Het 1012 gebied omvat de Amsterdamse Wallen, het Damrak en het Singelgebied. De gemeente heeft het initiatief genomen om dit deel van de binnenstad een grondige opknapbeurt te geven. Het gaat over het postcodegebied 1012, waar nog steeds sprake is van een hardnekkige criminele infrastructuur. Die komt tot uiting in het witwassen van drugsgeld, speculatie met vastgoed, mensenhandel, uitbuiting en onderdrukking van mensen. De leiding bij de uitvoering van het 1012-project is in handen van gemeentelijke topambtenaar Pierre van Rossum, die een kruistocht is begonnen tegen vermeende criminele activiteiten in dit gebied en hanteert met gretigheid de term criminogeen om de vele ondernemers in postcodegebied 1012 verdacht te maken. Politietoezicht, vergunningenstelsel, heeft alleen grip op het topje van de ijsberg, is de constatering. En dat komt dat er in het gebied een hoge concentratie en een grote omvang is van criminaliteit aantrekkende functies. Die noemen we ook wel criminogeen. Er is een zeer groot aantal functies wat criminaliteit aantrekt en wat ook een bepaalde laagwaardigheid in stand houdt. Tony, dit is jouw tent, hè? Ja. Oude Kerksplein. Ja. Hoe lang zit je hier al? 25 jaar. Met deze koffieshop? Met deze koffieshop, ja. Ja. En denk je dat je de volgende 25 jaar ook nog haalt hier? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat het nu gewoon echt einde verhaal is. En ik ben de gemeente heel dankbaar. Misschien kan ik mijn belastinggeld terugkrijgen van die 25 jaar. Gewoon 25 jaar, een heel gezond bedrijf. En dat wordt gewoon gesloten. Nou, ik vind het ongelooflijk. Ik sta helemaal paf. Ja. Dus dan ben je met 54 jaar broodeloos. Dus je denkt dat je wat voor je pensioen en voor je kinderen aan het opbouwen bent. En het breken hun dus gewoon binnen een half jaar breken ze dat af. Nou, ik vind het ongelooflijk. Maar misschien ben je een beetje criminogeen? Ja, misschien wel. Op 54-jarige leeftijd. Misschien vindt iedereen mij heel crimineel. Het is een mooi woord. En ja. Laagdrempelig toerisme is ook een heel leuk woord. Wat betekent criminogeen eigenlijk? Nou, ik zou het niet weten. Ik denk dat je heel crimineel bent dan. Ik weet het niet. Ja. Criminogeen is een woord dat voortkomt uit de rapportages die wij hebben gekregen van de diensten die zich met veiligheid bezighouden en de politie. En dat is een begrip dat aanduidt dat bij prostitutie, bij softdrugs, bij gokken, dat je daar toch vaak criminele activiteiten in de buurt hebt. En dat is het woord criminogeen. Ja. En wat betekent dat, criminaliteit in de buurt? Nou, het betekent dat je heel erg moet oppassen als criminaliteit in de buurt is. Want wij vinden dat je dat niet moet accepteren. En dat je dat moet proberen te bestrijden. De doelen zijn het bestrijden van criminaliteit
en het opwaarderen van het gebied. En de doelen zijn dus, de middelen zijn daaraan ondergeschikt. Tegelijk hebben we niet voor niets de middelen, namelijk ook het terugdringen van prostitutie, het terugdringen van het aantal coffeeshops, heel expliciet genoemd. Je moet de criminele of criminogene infrastructuur moet je doorbreken. En wij zijn het volledig met het college eens dat wanneer je stelt dat de overheid weer de baas moet worden op de bal. Ik denk dat het probleem waar we allemaal mee worstelen is dat we met een enorm project zitten met grote doelstellingen, wat lang gaat duren. Daarmee halen we het wereldnieuws. Daarmee brengen we een heleboel mensen die in het gebied wonen en werken ook in onzekerheid. En toch kunnen we niet precies de lijnen aangeven hoe het precies gaat lopen, wat we precies gaan doen. En dat is een ongemakkelijkheid die GroenLinks ook voelt. En dan is nu het woord aan mevrouw Van der Sloot. Gaat u gang, mevrouw Van der Sloot. Ik ben Willy van der Sloot, Raambordeel, single 73. Ik wil iets heel anders gaan doen. Ik wil iets kwijt over samenleven, samenwonen in het singlegebied. 19 mei 2009. Er is een buurtvergadering. Ik dacht, ik ga daar naartoe. Al weet ik ook dat daar mensen zijn, en die komen daar, die tegen de bordelen zijn. Een dame zei, mevrouw, waar zit u op het single? En mag ik dan langskomen? Natuurlijk, onze deuren staan altijd open. Een andere dame die het meest last schijnt te hebben, vond het maar helemaal niks. Ze vertelde me dat ze ook nooit naar Artus ging. En de ramen deden haar aan Artus denken. Vooral als ze achter het raam staan. En de rode lampjes vond ze ook niks. Ik zei, het verschil met Artus is dat vrouwen bij ons vrijwillig achter het raam zitten. En in Artus denk ik niet. En de dieren in Artus niet. Ze had het nog nooit zo gezien. Maar ik begrijp het wel. De mensen zijn bang. We hebben een stempel. Crimineel, vrouwenhandelaren, ik weet allemaal niet precies wat, maar enzovoort. En ik hoop dat daar nu eens een eind aan komt. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik u voor nodig. Oké, dat was het. Dank u wel. Willy, dit ja. Is jouw pandje. Dit is mijn pandje. Ja. Eén raam. Bovenraam. Twee raam. Ja, kelder. En heb je het continu verhuurd ook aan Soms die meisjes? Heb ik wel eens een dagje over. Ja? Ik had nu ook weer een paar dagjes over. Er was een mevrouw die belde me gisteren. Oh, ik ben 50 jaar. Denk je dat er nog wat te verdienen voor me valt? Ik zeg, mevrouw, je moet het gewoon proberen. In deze buurt, we zijn op het Singel, hè, hier. Ja. Zitten daar wel vaker wat oudere prostituees? Ik denk alleen maar. Alleen maar? Alleen maar wat ouderen. Het is geen buurt om een meisje hier van 19 achter de ramen te zetten. Hey, zou ik even een blik binnen mogen werpen? Zal ik je voorgaan? Ja. Kom maar er maar in, hoor. Heren zijn altijd welkom. Okay, kan je me even laten zien wat er in deze kamer te zien is? Het bed natuurlijk, het liggende gedeelte. Hier is het bed. Hier is het bed. Dit zijn hele romantische lampjes. Kijk, dit is wel een romantische kamer. Want ik hou van romantiek. Ja. Stoel met een kussentje. Een stoel met een kussentje. Wastafeltje. Een wastafeltje. Want de heren moeten zich wassen. De heren moeten zich bij binnenkomst even wassen. Ja, klopt. Ja. Klopt. Nou, het is toch hartstikke lief om hier te werken. Is toch niks mis mee? Nee. Ik heb alle voorzieningen, hoor. Magnetron, ijskastje, waar ze lekker de drankjes in kunnen bewaren. Ja. Ben ik wel een beetje een moedertje voor ze, hoor. Ja. Ja, ik wil het goed doen voor ze. Want ik vind, als je wel respect voor ze moet hebben. En dit is het kamertje beneden. Ja. Je hebt twee ramen. En worden die door de plannen van de gemeente bedreigd? Ja. Ja, dat was wel even wat. Dat was geen sinecure. Dat was echt een emmer water over mijn hoofd kreeg ik gewoon die avond. Ik was bij de SOR. En wat is de SOR? De SOR is samenwerkende organisatie raamprostitutie. En daar hebben we altijd een soort organisatie. Ja, waar je ook terecht kan als je problemen hebt. En toen hoorde ik een beetje in de zaal van, ja, de Singel willen ze weg hebben. Het hele Singelgebied wordt opgeheven. Ik dacht, hè, wat praten ze nou? Maar ja, er wordt zoveel gepraat in dit
deze branche. Ik dacht, ik vraag het straks wel. Dus ik vroeg aan, aan onze voorzitter. Ik zeg, goh, wat gaat er nou gebeuren? Ja, hij zegt, het singelgebied gaat weg. Wat? Nou, ik was werkelijk helemaal verslagen. Alle prostitutie uit het singelgebied moet ja, weg. Ja, nou, alle prostitutie niet, maar het singel zouden opgeheven worden. De Kosjespoort zou opgeheven worden en de Spuistraat. Ja, en jij zit op het singel. En ik zit op het singel, dus ik was erbij. Ja. Ik dacht, nou, dit kan niet waar zijn. Wat hebben we daar, waar hebben we dat aan te danken? Nou ja, goed, dan komt er hier iemand van de gemeente, had ik dus gevraagd. Een planoloog. Ja, die kwam hier dan en die bekeek het en die zei, ja, u moet toch weg. U moet toch weg. En dan dacht ik, ja, maar ik zeg maar, ik ben toch geen crimineel. Ja, dat kan ik niet beoordelen zo. Ja, en dan denk ik, ja, je kan toch wel een beetje aan mensen zien hoe ze hun bedrijf draaien. Ik denk, als je zoiets gaat maken, zo'n plan, dan moet je toch eigenlijk ook weten hoe je dat gaat doen. Wat je met die mensen gaat doen, dat weten ze dan nog ineens. Of die mensen crimineel zijn, weten ze ook niet eens. Ze pakken en pakken door. Ja, dat is wel even. Ja. Was wel even heftig. Ja. We willen dat de prostitutie geconcentreerd wordt in een kleiner gebied. Dat er de aantal koffieshops gehalveerd worden. Want die twee waren zo dominant dat er eigenlijk geen andere activiteiten meer konden. Of er geen ruimte meer was voor meer diversiteit. En we proberen samen met de ondernemers die in verschillende straten zitten om ook die straten op te waarderen, om meer diversiteit in die straten te brengen en niet alleen maar snackbars en gokhallen en koffieshops, dat soort dingen. En hoe gaat u dat aanpakken of hoe pakt u dat aan? Nou, daarvan hebben we gezegd, dat doen we gezamenlijk met de ondernemers in de straat. Waar... Samen met de raamverhuurders en de coffeeshops gaat u er iets moois van maken? Nee. Dat zijn toch de ondernemers die er nu zitten? Ja, maar ik bedoel dan de andere ondernemers. Want van de raamprostitutie hebben we gezegd, die halveert en die komt in dit gebied. En van de coffeeshops hebben we gezegd, in deze straten willen we geen coffeeshops meer. Ja. We zijn hier op het oude Kerstplein. Dit is het eerste pand dat we tegenkomen, die koffieshop. Die moet weg. Voor als nu heeft de gemeenteraad gezegd, een flink deel van de koffieshops moet weg, onder andere hier. Het probleem met de koffieshops is natuurlijk dat de ondernemers vaak keurige ondernemers zijn die ook heel goed gecontroleerd worden en op een nette manier hun bedrijf doen. Maar dat we er nog niet in geslaagd zijn om de achterkant, dus de productie en de aanvoer, om dat op een legale manier te organiseren. Nee. Maar dat is een kwestie van, daar kunnen de ondernemers verder niks aan doen. Dat is een kwestie van wetgeving of eigenlijk het gebrek aan wetgeving. Dat klopt, maar dat leidt er wel toe dat er juist aan de achterkant van die coffeeshops grote hoeveelheden zwart geld kunnen ontstaan. Dat daar juist dingen gebeuren die je niet zou willen. Is er iets nieuws? Hey Tony, wil jij jouw zaak eens even aan ons laten zien? Ja hoor. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n coffeeshop nou precies werkt. Nou, in principe komen de mensen binnen. Ja. Die kijken op een menu. Op een menu? Op een menu. En dan bestellen iets. Die bestellen iets te drinken. En die roken buiten, want het mag niet meer met tabak. Hey, en waar ligt die wiet? Die ligt gewoon in de la, want het is een beperkte hoeveelheid wat je maar mag hebben. Welke la? Waar is die la? Die la is gewoon achter de bar. Maar dit is de... Dit is de wietla. De wietla. En het is een beperkte voorraad. Ja. En één keer in de zoveel tijd, als je geluk hebt, is het eenmalig. En anders is het meerdere malen. Dan word je gecontroleerd op je hoeveelheid. Ja. En nou, hoeveel mag je hebben? 500 gram. In totaal, in die la? In de totaliteit, ja. Ja, ja. En is dat snel leverbaar? Als bijvoorbeeld een bepaalde soort opdreigt te raken, kan je dan snel aan nieuwe voorraad komen? Nou, niet binnen een minuut. Maar binnen hoeveel tijd? Dat ligt er aan. Meestal vullen we maar één keer aan op een dag. Ja, dus één keer per dag komt de producent of de handelaar hier wat afleveren? Nou, nog niet eens de handelaar. Het wordt gewoon gebracht. Door wie? Ja, dat zijn allemaal intimiteiten wat we niet prijs gaan geven.
Dat is het achterdeurbeleid. Dat is het achterdeurbeleid. Dat is het achterdeurbeleid. En als ik dat ga vertellen, heb ik misschien weer een inval. Zitten we daar weer mee? Want dat, geintje. Want je mag niet toegeleverd worden eigenlijk. Nee. Nee. Je mag het wel verkopen, maar niet toegeleverd. Maar het mag niet toegeleverd worden. Ja. Dus het wordt gebracht met een postduif. Ja? Ja. Die heeft een zakje aan zijn poot hangen. Maar waarom maakt u die aanvoer dan ook niet legaal? Daar zou ik een groot voorstander van zijn. Ik zou vinden dat we dat moeten legaliseren. We hebben dat ook aan het kabinet gevraagd om dat te doen. Want verkeerde mensen profiteren daar niet van. Ja. Maar dat is tot nu toe niet gebeurd. En dat is heel jammer. Als die legalisering aan de achterdeur een feit zou zijn, dan zou zij hier mogen blijven zitten? Ja, begint ze wel. Ja. En dan zouden alle coffeeshops mogen blijven zitten? Ik heb helemaal geen moeite met coffeeshops. Het probleem is, en dat is best een ingewikkeld verhaal, hoor, dat realiseer ik me best. Maar dat door de concentratie in dit gebiedje van heel veel coffeeshops, heel veel prostitutie en heel veel van die functies daaromheen, dat je daardoor een infrastructuur hebt waar het moeilijk vat op krijgen is. Dat criminaliteit aantrekt. Ja. Nou, daar moeten we wat aan doen. Maar dat is voor een individuele ondernemer soms heel oneerlijk. Dat snap ik best. Ik ben echt kwaad. Ik werk maar godverdomme het Lazarus in die shop. En dan wordt er zo gezegd door hogere hand. Nou ja, dicht. Ja. Met de overklaring eraf. Na 35 jaar gedoogbeleid. Waar gaan we naartoe? Gaan we naar Staphorst of zo? Niks mag meer. Ja, ja. Is de leukste buurt van Amsterdam. Dat gooi ze gewoon een bom gooi ze erop. Tot op vandaag waren de ingrepen in het 10-12 gebied slechts plannen. Nu beslist de gemeenteraad over de realisering. En wordt het menens voor de ondernemers in het Singel- en het Wallengebied. Meneer Verrossen, mag ik u even wat vragen? U mag mij wat vragen, zeker. Vanmiddag gaat de beslissing vallen. Ja, klopt. Wat er gaat gebeuren. Ja. Wat verwacht u ervan? Nou, ik ben heel benieuwd naar het debat. De Stadsdeelraad is akkoord gegaan met de voorstellen. En mijn verwachting is dat de gemeenteraad het ook zal doen, gezien de commissievergadering die er geweest is. En als de gemeenteraad nou onverhoed zou besluiten om niet voor het plan te stemmen, is het dan gedaan met uw baan? Nou, dat zullen we dat daarna dan bespreken. Dan komt u nog een keer terug bij me als de gemeenteraad daartoe besluit. Ja. Wat denkt u zelf? Ik weet niks van u. Nee, weet want u wilde nooit voor de camera. Nee, maar dat vind ik ook wel goed. Het is aan bestuurders om voor de camera te komen. Oké. Okay. Ja. Voor de VVD is het essentieel dat de bestaande instrumenten voor handhaving, controle en hulpverlening dusdanig worden ingezet dat het voorkomen en bestrijden van misstanden in de prostitutie de allerhoogste prioriteit heeft. De strijd ging en gaat tenslotte niet over seks of vertrutting. Zij gaat over bestrijding van criminaliteit, over mensenhandel. Mensenhandel, drugsoverlast, vandalisme, uitbuiting en witwaspraktijken gebeuren allemaal te veel in het Wallengebied en dat moet inderdaad aangepakt worden. De politie heeft echter onvoldoende grip op dit gebied om criminele activiteiten te zien en goed in te grijpen. Vandaar dat hele sectoren maar bestempeld worden als criminogeen. Klinkt als een goede uitvinding, maar de uitwerking is dat goede en welwillende ondernemers zich weggezet voelen. Maar wat gaat er nu precies gebeuren in het Singelgebied? In het uiteindelijke voorstel aan de Stadsdeelraad en Gemeenteraad is het terugdringen van de ramen verminderd in het Singelgebied, omdat er minder sprake zou zijn van criminogene activiteit. Dames, ja. Hoe gaat het inmiddels? Ja, half goed. De ene helft, ik ben net Michael Jackson. De ene helft is koud en de andere helft is warm. Oh. Sorry. Ja, we moeten het aanwachten. Ik geef het woord. Het is een bijzonder moment. Het besluit dat u straks hopelijk gaat nemen. Dan gaan we nu een hele belangrijke stap zetten. Maar we maken het pas echt waar en we kunnen die doelen
bestrijden van criminaliteit en het terugwinnen van het stadshart alleen maar echt bereiken als we dan ook doorzetten en niet bang zijn, maar dan vooral doorgaan op weg naar die doelen die we hier vaststellen. Dank u wel. Kunnen we volgens mij nu overgaan tot besluitvorming? Het coalitieproject 1012. Gaat u akkoord met de voordracht? Willen de tegenstanders gaan staan? Is het voorstel aangenomen met de stem van de SP daartegen? Gaan wij over... Alleen de SP-fractie stemt tegen de ingrepen in het 1012-gebied. Dus is het lot van vele ondernemers beslecht. En kunnen ze zich langzaam maar zeker voorbereiden op de komende veranderingen. Alleen de ondernemers in het singelgebied hebben geluk. Zij mogen hun bedrijf voortzetten, omdat hier minder sprake zou zijn van gedwongen prostitutie. Dus jij bent in feeststemming? Ik ben in feeststemming. Ja, nou lijkt het alsof ik altijd in feeststemming ben. Maar ik ben nu natuurlijk wel. Ik werd anders wakker vanmorgen. Niet meer met altijd die steen van, oh, wat gaat er gebeuren en wat hangt er boven mijn hoofd. Nu denk ik gewoon, nee, het is goed zo. Ja, iedereen gaat in ene bemoeien met jouw narcosie. Ja. En dat vind ik eigenlijk wat. Ja. Dat eigenlijk zomaar, hè, jullie hebben gezien, ik heb hier een klein groentewinkeltje onder. Stel voor als de buren denken, nou die sinaasappelen van die man zijn hier goed. Dat je dan zomaar zoiets over je heen kan krijgen. Ja, dat ze eigenlijk als klein, want je bent een kleine zelfstandige. Ja. Dat je dan zomaar weg kunnen krijgen. Gewoon over je heen gewalst wordt. En dat vind ik eigenlijk wel een hele enge... Een eng idee. Ja. Want kijk, nu zit je dan weer misschien voor een paar jaar. Maar wie weet wat er straks weer komt, je weet nooit. Nee. Paul voor de vakantie. Iedereen was op vakantie, maar het blijkt de gemeente niet. Want die hebben heel snel een brief eruit gestuurd. Met een einddatum voor de coffeeshops. En volgens mij ben ik de eerste die weg moet. 1 september 2012. Dus je hebt nu de brief gekregen die je aanzegt dat je moet vertrekken? Ja. Maar dat is dus alle coffeeshops hier hebben nu die brief gekregen, begrijp ik? Ja. Oké, chef, je kan verder gaan. Maar waar we hier voor bij elkaar zitten, is dat ik jullie een hart onder de riem wil steken. Dat wij gewoon door zullen studeren. En dat Tony en jij bent gewoon dan de belangrijkste binnenkort. En dan kunnen we eindelijk eens vragen wat de rechter daarvan vindt. En dan hoop ik dat ze, vanwege de enorme belangen, dat ze snelle behandelingen laten plaatsvinden. En dan krijgen we een oordeel van 3 rechters of dit wel mag. En ik heb nog steeds het idee dat we hele sterke argumenten hebben, ook juridische argumenten, waarom dit niet kan. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Er is iemand gevonden hier die is overleden, zo begrepen. Oké. Gaan we jullie niet lastig vallen? Nee. Succes. Ik verstond niet helemaal wat. Iemand gevonden die is overleden. Oh. De gemeente is al sinds de jaren 80, bijvoorbeeld hier verderop bij de Zeedijk, bezig geweest. Te proberen aan de ene kant criminaliteit te bestrijden en aan de andere kant de buurt te verbeteren. Toen is de gemeente Amsterdam begonnen met een speciaal team, een Fantra-team. Toen is eigenlijk de gedachte ontstaan dat je ook bestuurlijk moet helpen georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dus het is taak voor politie en justitie. Ja. Maar je zou als gemeentebestuur moeten proberen het in ieder geval niet makkelijker te maken voor mensen die dat doen. Dat Fantra-team is in de jaren 90... Ja, komt dat omdat de politie eigenlijk zijn taak niet goed kon doen? Want het is natuurlijk ongebruikelijk dat het bestuur ook zich gaat bemoeien met criminaliteitsbestrijding. Dat klopt. De pure criminaliteitsbestrijding moet ook een zaak blijven van de politie en justitie. Maar er werd toen eigenlijk de gedachte ontstaan... dat je daar als bestuur wel een bijdrage aan kan leveren. Bijvoorbeeld door niet zomaar iedereen vergunningen te geven. Bijvoorbeeld door te proberen te bevorderen dat vastgoed in bona fide handen is op je grondgebied. Met Slim. Hey Katja, I come to you. Ja, ik moet helpen aan de andere kant, als jullie niet erg vinden. Dat is even zo gebeurd. Wat is de andere kant?
Ik heb 300 meter verderop een pand en daar zitten 11 kamers in. Ja. Die moet ik even nu even open gooien. Okay. Als jullie dan helpen wachten, kom ik zo weer terug. Kan ik even meelopen? Ja, je mag meelopen. Oké, okay. Doe ik. Loop achter je. Met Slim. Hey Cookie, ik kom er zo voort. Dag, dag de Cookie. Ik kom zo terug. Ik heb in totaal 8 panden en het is verspreid hier over de binnenstad. Nou, dan gaan we nu naar het paradepaardje. Mijn paradepaardje. Nou, hier heb ik 11 kamers. Nou, dat is het heel erg gewild bij de dames. En hier kun je ook, zeg maar, niet voor onder de 50 euro. Je moet hier echt wel 50 euro minimum rekenen om bij de dames te gaan. Maar dit is een dure plek. Dit is een dure, ja, maar er staan ook, dat noemen we ook de 5-sterren kamers. Nou, dit is nog met werklicht. Hier heb ik er 9. Dat wordt ook wel de passage genoemd. Nou, meestal als de meisjes aan het werk zijn, dan staat het zo. Staat het zo. Ja, ja. Ik weet niet of dat... Ze staan meestal hier bij de deur. Dan vragen ze, maken ze een prijsje met de klant en wat hij wil. En dan vertellen ze ook wat ze doen voor dat geld. Dan vervolgens komt die klant binnen. Dan doen ze de gordijn dicht, de deur dicht. Nou, dan, ja, die bed is niet opgemaakt en hier gaat het gebeuren. Nou, hebben de meisjes voor de veiligheid hebben ze hier, hier en hier een touwtje. Oh. Dat is... Als ze zeg maar een of andere persoon binnenlaten die ineens ontoerekeningsvatbaar wordt of iets in die geest, het kan gebeuren. Dan kunnen ze daaraan trekken? Kunnen ze daaraan trekken. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat er een alarm af en dan word ik gewaarschuwd en dan kom ik meteen vliegersvlug hier binnen. Ja, ja. Kijk, zeg maar, meisje is in nood. Ik ga me even uitdoen. Zo, ik heb hem uitgezet. Ja, ja, ja. Ik ga even de sleutels even naar de dames brengen. Zo, oh, thank you very much. Very good, sister. Hier, room 3. Even room 10. Dank je, zuster. Oké, sisters. Don't forget me. Oké, no, I don't forget you. Wacht even. Still? Wacht even. Wachten. Ze wil ook niet. Ik doe hem even. Ja, hij stopt. Okay. Nee, de gemeente die heeft... Die wil jou kwijt. Ja, die hebben ons via een brief hebben ze me laten weten dat ze me dicht willen maken. Ja, en waarom? Ja, ik weet niet. Ze komen met allerlei argumenten. En allemaal dat ik crimineel zou zijn. En dat ik in de vrouwenhandel zou zitten. En dat ik witwaspraktijken heb. En dat is niet waar? Nee, dat is niet waar. Beslist niet waar. Absoluut niet waar. Daar kan ik met beide handen voor in het vuur steken. Ik ben een gewoon ondernemer en deze business is gewoon gelegaliseerd. En er is helemaal niets verkeerd aan. Ik ben een ondernemer en ik heb me hier in dit materie verdiept. En ik wil hier graag ook mijn pensioentje halen, zal ik maar zeggen. Ik vind het een hele fascinerende wereld. Kijk, ik... Ik word beschuldigd van dingen die er niet zijn. En niet eens betrekking hebben op mij, maar eigenlijk op een van mijn huisbazen. En daardoor weigeren ze mij de vergunning. Ze hebben vermoedens. Ja. Wat zijn hun vermoedens? Nou, dat ik onder andere een stroomman zou zijn. Maar ik ben helemaal geen stroomman. Ik ben directeur van dit bedrijf. Een stroomman van de huisbazen. Van de huisbazen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Want dat zijn...
Ja. Beruchte types, geloof ik, hè? Nou, er heerst wel een mythe. Er heerst wel een mythe. Maar er is, voor de rechter is er helemaal nooit iets bewezen. En jij zou dan eigenlijk hun moeten afdekken, hun activiteit moeten afdekken, als stroomman zijnde? Dat beweren ze, maar dat is helemaal niet zo. Nee, want jij bent gewoon zelfstandig ondernemer. Ik ben gewoon zelfstandig ondernemer. Ik heb hiervoor gekozen. Ik heb zelf hier heel hard voor gewerkt. Ja. En wat heb je met hun dan te maken? Ik heb niks met hun te maken. Ik betaal alleen de huur aan hun. Ik huur de bakstenen van hun. Ja. En voor de rest zie je ze eigenlijk nooit? Nee, ik heb voor de rest geen... momentje, helftje. Ja, ja, ja. Goeiedag, met Slim. I come to you, Ivano. Oh, one moment, sister. You want to room in the room? Welke? Vijf uur. Ja, je werkt al even. Luca. Everything good? Ja. Today good day, Luca. Nou, dan gaan we maar, hè. Op naar het schafot. Ik ga nu naar het stadhuis mijn exploitatievergunning aanvragen. Heb je die nog niet? Die is tot 1 september geldig, dus ik ga nu een nieuwe aanvragen. Ja, ja. Voor de laatste 3 jaar dan. Dat is dan voor de laatste 3 jaar? Dan? Ja. Als het allemaal loopt zoals burgemeester Cohen het wil, dan is het voor de laatste 3 jaar. Nee, ik kom voor mijn... exploitatievergunning te verlengen en het is de tweede keer. Dus er moest wat minder papierwerk bij. Klopt. Dus ik hoop dat ik alles bij me heb. Ja. Dit is dan het aanvraagformulier. Dit is de tweede. Verklaring van goed gedrag van de belasting. Ja. En dit is de Kamer van Koophandel. Okay. Volgens mij heb ik alles, hè? Hartstikke goed, ja. Ja, het zal wel geen angst geven, want het zijn toch de laatste 3 jaar. Ja, het is een verlenging. Ja. Ja, maar volgens mij de laatste verlenging. In verband met beleid, ja. 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 Ja, vervroegd pensioen. Geintje. Yes, ja. Ja. Wat is hier aan de hand? Stille getuigen voor naaldengebruik. Want dat is een... Het is een teken van het oponthoud van junks. Dat beïnvloedt de beoordeling die we geven over deze plek. Wat hebben we nu? Wat hebben we hier? Dan hebben we hier menselijke uitwerpselen. Dat scoort hoog op onze serieuze lijst. Hoe wordt dat genoteerd? Dat wordt ook bij stille getuigen drugs, stille getuigen harddrugs genoteerd. Daar hebben we een apart regeltje voor menselijke ontlasting. Nee. Hey, en waarom moeten jullie dat allemaal inspecteren? Waarom doet de politie dat zelf niet? Wij als buurtbewoners willen dat heel graag doen om de buurt leefbaarder, veiliger en schoner te maken. En dan maken jullie zo'n ronde met een paar buurtbewoners en de politie? Ondernemers zijn er soms ook bij, toevallig vandaag niet. Toevallig zijn het vandaag 3 bewoners. En dan rapporteren jullie wat je tegenkomt? Ja, op het buurtinformatiecentrum wordt alles gerapporteerd en doorgegeven aan de betreffende diensten. Ja, en die doen er dan wat aan? En die doen er wat aan, ja. Ja, is absoluut. Het waar? Ja, 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 ja. Ja. Dit is jouw bovenverdieping? Ja, dit is mijn bovenverdieping. Ja, en als we naar buiten kijken, hier, wat zien we dan?
dan zien we de oude kerk in volle glorie. Ik ben wel bevoorrecht om hier zo te kunnen wonen met zo'n uitzicht, hè? Ja, absoluut. Hey. Maar ik heb er ook een beetje naar gezocht. En het kost een hoop geld. Ja? Absoluut. Hey, maar wat vind jij van de gemeenteplannen om deze buurt op te schonen? Koffieshops weg, ramen weg. De visie van de gemeente Amsterdam over het te veel van hetzelfde in één buurt. En om daar verbetering in aan te brengen, ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik wil ook niet dat het aantal prostitutieramen uitgebreid worden. En ik wil ook niet dat er meer bordelen komen. Er is al genoeg in deze buurt. Maar wil je dat er minder komen? Wat zeg je, waar? Wil je dat er minder komen? Ik wil wel ramen. Dat er minder komen, ja. Ja. Want wat is het nadeel van ramen? Wat voor last heb jij daarvan? Ik heb er geen last van, want ik in mijn gewoon dagelijks leven heb ik geen last van. Maar ik heb wel zielsmedelijden met die meisjes die mogelijkerwijs gedwongen worden. En we weten gewoon dat, dat ze gedwongen worden. Die meisjes worden steeds bloter. En er zijn hele mooie meisjes bij, maar er zijn ook lelijke bij. En die moeten dan ook in zo'n mini slipje daar gaan zitten. Dan denk ik, nou, gênant. Ongelooflijk gênant. Jij ziet ze waarschijnlijk vaak zitten als je door de buurt loopt. Ja, want ik loop altijd dwars door naar Albert Heijn of waar dan ook. En dat stoort je dat ze daar zo bloot... Het stoort mij niet, maar ik vind dat zo zielig en gênant. En dan denk ik dat je voor wie dan ook dat allemaal moet doen. Prostitutie is een beroep. Als jij dat zelf wil, als jij wil met jouw lijf wat jij wil daarmee doen, moet je dat doen. Ja. En ik weet dat voor andere mensen daar heel anders over denken, dat mag. Iedereen mag denken wat hij wil, maar ik denk zelf, als jij er 100% achter staat en je hebt goed contact met de klanten, dat hoor ik hier altijd. Ja. 100 uitpraten ze. Ja, wat is er dan mis mee? Dan vind ik het net zo'n goed beroep als dat je bij de HEMA werkt. En dan zal je ook wel eens een dag geen zin hebben. En hier heb je ook wel eens een dag geen zin. Ja. In het gezeik van die mannen. Want het zijn zo'n zeikers op. Oh ja, het is gewoon een vak. Ja. Het is niet zo dat, wat veel mensen denken. En ik denk dat ook tot op zekere hoogte, of heb dat gedacht. Van dat het toch vaak gedwongen is. Of dat het vanuit een bepaalde ellende is dat je niet anders kan. Nee, dat geloof ik niet. Nou, het is natuurlijk wel altijd ontstaan uit geld, hè? Ze beginnen natuurlijk wel omdat ze denken, goh, ja, het is wat makkelijker geld verdienen. Maar ja. Ik denk, als ze er langer in zitten, krijgen ze hun vaste klanten, wordt het toch een beetje een ander verhaal. Ja. En is het niet meer alleen dat geld? Want dan gaan ze ook wel eens met hem uit en dan zeggen ze, ach, dat is ook zo gezellig. Weet je, ja, dan wordt het anders. Maar ik denk dat het wel, dat er maar weinig mensen op de wereld komen die meteen denken van, ik ga dit werk doen. Het komt altijd wel iets ergens uit voort. Het komt wel uit een soort noodsituatie voort. Misschien wel, ja. Of dat ze het hebben gezien van een vriendin die ook lekker geld verdient. En ja, dat denk ik wel. De legalisering van de prostitutie heeft ertoe bijgedragen dat het allemaal veel uitgesprokener en veel dominanter werd. Ja. Want het mocht nu, dus je hoefde niet meer een beetje besmuik te doen. Nee. En daardoor is het ook wel de uitstraling harder en ruiger geworden. En vooral als je achteraf weet wat er allemaal plaatsvond, dan is het niet alleen de uitstraling, maar ook in de branche zelf. Ja, wat gebeurt er in de branche zelf? Nou, wat mij erg heeft geschokt is het Snape-onderzoek, waarbij die man die nou net ontsnapt is, die Turk, de leider was, ja. Dat daar gewoon 120 vrouwen zijn geweest in die tijd dat het legaal was. En in die tijd dat iedereen zei, nou, dat is toch ontzettend aardig, die prostitutie in Amsterdam, achter het raam, mooi transparant. Dat in die tijd 120 vrouwen
in verband zijn gebracht met die bende. En die zijn mishandeld en gedwongen. En hebben gedwongen borstvergrotingen en gedwongen abortussen. Ja. En ja, dat zat, toen waren mijn kinderen klein, zat ik om de hoek een ijsje te eten met mijn kinderen. En die gedachte dat er om de hoek vrouwen met honkbalknuppels achter de ramen werden getimmerd, dat vind ik achteraf wel heel ernstig. Ja. Ik heb er nog eentje daarover en ik heb er hier eentje buiten over. Maar, ja, ik heb geen idee wat de beste plek is. Dus Passage heet dat? Ja. En welk nummer is dat? Dat is, ja, daar ben ik net geweest met die camera. Okay. Zal ik anders met je mee even lopen daar naartoe? Ja. Is goed. Ik loop even met je mee. Laat ik eerst zien waar de locatie waar je kan staan. En als het je bevalt, is het goed? Neem je hem? En dan geef je gelijk. Ja, is goed. En het paspoort, had je dat ook bij? Ja, heb ik bij me. Oh. Moet ik die gelijk geven? Nu? Als je niet erg vindt, wel. Nou, natuurlijk vind ik dat niet erg. Als je maar terugkomt. Ja, want dan hoeven we niet weer hier naartoe te komen om te kopiëren, weet je. Wat voor artiestennaam heb je? Monique. Monique. Zeg je dat nou, artiestennaam? Nee, je bent toch een artiest? Ja, een actrice, ja. En jij hebt kamer 7. Heb je paspoort bij je, meisje? Dank je, Sven. Dank je wel. De meiden die hier een kamer komen huren, die zoals je ziet, komen ze allemaal zelfstandig. Ja. Kijk, mocht er nou wezen dat er een man hier voor de deur staat, dan doe ik niet eens open. Als ik zie dat er een kerel met zijn meisje staat of zo. Dan laat je ze niet eens binnen. Dan laat ik ze niet eens binnen. Dat staat, er hangt ook een bord beneden dat er geen mannen hierboven. Ja, alleen. Meisjes die een pooier hebben, die wil je ook niet hebben. Nou, bij mij is het zelfs nog erger. Het is of ze nou een pooier of een vriendje of een loverboy hebben of een cowboy. Moeten ze zelf weten, ze dat privé maar houden. Maar zodra ik merk dat het op de werkplek enigszins binnenkomt of langsloopt of zo, dan raken ze hun kamer kwijt. Dan doe ik daar geen zaken mee. Want het is ook slecht voor de handen? Nou ja, je moet regels opstellen hier. En de regels zijn zo gemaakt dat jij niet meewerkt aan vrouwenhandel. Elk meisje kan hier in principe aanbellen. Ja, ze kunnen allemaal aanbellen, maar er geldt hier wel een minimum leeftijd. Ja. Dat heb ik ingevoerd sinds 1 januari 2008. En de minimumleeftijd is? 21 jaar. Ja? Ja. En waarom is dat? Nou, omdat zoals ik al zei, dat ik aan dit werk al 15 jaar doe, krijg je heel veel. Je krijgt veel ervaring en je snapt het ook wat beter. Je ziet wat slachtoffers zijn, wat niet slachtoffers zijn. Dus je gaat selecteren. De meeste kwetsbare groep in dit business er zijn toch meisjes tussen. Momentje, mijn telefoon gaat. Ja, ja. Goedemorgen met Slim. Hey Edina. Edina Thea, zeg het maar. Mee? Ja, ik ga het doen. Hoe is het? Ja. Ja? Nou, kom, we gaan eventjes bij mij zitten. Ja. Hé, hey, maar wat we gaan doen, je hebt dus nu een vergunning vanaf 1 september 2009 tot 2012. Ja. Die heb je net gekregen. Ja. Dan gaan we nu met een digitaal aanvraagformulier gaan we gewoon weer een nieuwe vergunning aanvragen. Ja. Vanaf 1 september 2012. Ja. En daar krijgen we een afwijzing op. En dan kunnen we procederen. In het plan staat dat jullie eigenlijk allemaal een stel criminelen bij elkaar zijn. Als je dat heel huiselijk samenvat. Je kunt er weinig anders van maken. Ik was de grootste. En daarom moet jij verdwijnen, maar die andere criminele collega die mag blijven. Dat is de willekeur. Ja. En ik heb aan het begin wel van het verhaal al gezegd. Van, als wij dat winnen, dan winnen we het op dat punt. Maar u bedoelt dat coffeeshops ook bepaalde coffeeshops wel mogen blijven? Ja, het is gewoon met een paar pennenstreken op de plattegrond van de binnenstad bepaald welke coffeeshops weg moeten en welke niet. Als we die van jou winnen, jij bent de allereerste van de hele groep van 26. Als we die van jou winnen, dan geldt het voor iedereen. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat gezellig. Een vriend is er ook. Meneer Van Rossum heeft bij de allereerste bijeenkomst gezegd dat we alle procedures zullen verliezen. En dat gaan we, daar zijn we nou vandaag mee begonnen om het tegendeel te bewijzen. Heb je hem wel eens de hand geschud? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Was ik ook niet van plan. Was je ook niet van eigenlijk, plan? Nee. Met meneer Van Rossum. Wat verwacht u van deze bijeenkomst? Dat zullen we zien. We gaan het netjes afwachten wat de zitting gaat brengen. Ja. Wat hoopt u dat de zitting gaat brengen? Nou, ik wacht af. Ja? Goedemorgen. Tony, wat zag ik nou? Ja, ik kwam er toe. Dat zeg ik mijn vriend. Ja, je hebt hem de hand gegeven. Hij heeft dezelfde maat als mij. Dezelfde lengte. Ik kan hem hebben. Nee hoor, geintje. Nee, dat is niet aardig, toch? Nou, zo netjes toch? Even een hand schudden. Wat zeggen ze ook alweer? Je moet de vijanden dichtbij houden. Wat een toestand in mijn leven. Dat op mijn oude dag allemaal. Ik ben morgen jarig. Ben je morgen jarig? Morgen jarig. En hoe oud word je? 56. Dat is een mooie leeftijd. Om dit soort dingen nog één keer in je leven mee te maken. Manny van de zaak, de Eemanszaak Funny People en anderen in Amsterdam tegen de burgemeester van Amsterdam. Met meester Veldman, Osterwald en Pot. Bij de behandeling van deze rechtszaak mocht ik niet filmen van de rechter. Hoewel Tony daar geen enkel bezwaar tegen had. De rechter verklaart de bezwaren van Tony tegen de voorgenomen sluiting van haar wiet-toko niet ontvankelijk. Omdat een burger niet via de rechter een door de gemeenteraad genomen besluit ongedaan kan maken. In september 2012 zal ze moeten sluiten. Het is voor de individuele koffieshophouder zuur, maar voor het belang van de buurt en van het gebied vinden wij dat we het toch een heel goed besluit is. Zij moeten gewoon een offer brengen. Ja. En waar haalt de klant dan zijn wiet? En waar gaat de klant dan voor zijn wipje naartoe? Nou, het blijft een plek waar die ongekend is in de wereld qua hoeveelheid coffeeshops en raammodellen, hoor. Als al die plannen zo uitgevoerd worden zoals ze er nu in staan, dan hou je nog 240 raammodellen over. Ja. Ik geloof nog iets van 40 of 42 coffeeshops in dit gebiedje. In samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft het Amsterdams Historisch Museum ontwerpers gevraagd het bordeel van de 21ste eeuw te conciperen. Om de prostitutieondernemers die wel open mogen blijven te inspireren hun bedrijfsruimtes te moderniseren. Bij deze wil ik dan dus ook openen het raambordeel van de 21ste eeuw. Nou, wie durft? De tas mee. Ja, jij moet hier. Maar dit is het bordeel van de toekomst. Ja, een mogelijk bordeel van de toekomst. Zoals de gemeente het ziet. Nee, niet zoals de gemeente ziet. Ik hoop dat er nog heel veel ontwerpers zijn die ook hun creativiteit laten gaan. En dat ondernemers zijn die erin willen investeren. Dat er meer kwaliteit, comfort en hygiëne komt. Maar ook een uitstraling zoals dit. Het ziet er prachtig uit. Ik hoop dat je hoop klanten krijgt vandaag. Zo moet je dat gaan doen. Dat vind je ervan? Ja, dat vind ik wel mooi. Ik ben is dit mooi? Nou, ik heb toch mooie kamers. Ja, dit is natuurlijk
Maar ik geloof dat de mensen voor iets anders binnenkomen. Toch? Ja. De sfeer verhogen, het is ook wel interessant. Ze komen sneller binnen als het zo mooi is, denk ik. En de passage, dat overdekte, dat ziet er ook... Ja, Slim die moet verdwijnen, dus die hoeft ook niet na te denken over mooie kamers, hè? Inderdaad, dat klopt. Ja. Maar er zijn genoeg anderen die er nog over na kunnen denken. De grote tegenstander, hè? Ja. De vijanden liggen niet te slapen. U bent toch bezig om zijn handel te verstieren, hè? Ik wil me nog steeds antwoorden van me krijgen, geloof ik. Ja, ik ga niet met u in discussie, dat weet ik. Dat hebben we ook zo afgesproken. Succes. Nou ja, het zou zomaar kunnen zijn dat hier... Iemand heeft opgesloten gezeten. Volgens sommigen zit een groot deel van de prostituees op de Amsterdamse Wallen gedwongen achter het raam. Ik geloof niet dat een meisje van 18 uit Hongarije denkt, ik ga in Amsterdam op de Wallen werken. Did you work in prostitution in Hungary already? Oh ja, mijn pikken. Ze weten waar ze als ze achter het raam zitten, dus een neuken moeten. Dat weten ze donders goed wel. Laat het leven, laat de stad gewoon bruisen. Laat mensen gewoon genieten. Volgende week in document De Bezem door de Wallen. Neem de mensen zoals ze zijn. Anderen zijn er niet.